Wij gaan namens FC Zeevaart kijken naar Levi Verrijd. Tweemaal FCC Ambervooien met Loek Schuurmans en Daniel Koop. Flying Bikes met Nick Hopper. En tweemaal FCC Putten met Dex Luares en Robin Schalk. Hele goede start hier van die twee mannen uit Putten. We gaan kijken naar de Dex Luares. Gaat als eerste naar die bocht en neemt Robin Schalk met zich mee. Die schuift daardoor inderdaad naar plek nummer 2. Nick Hopper daar dan op die derde positie. En daar is die Nederlands kampioen van die van het afgelopen jaar. Daan Nieuwkoop zit er daar mooi bij op die vierde positie. Maar helemaal vooraan is het denk ik meer een schuit tussen twee mannen uit Putten. Wij gaan kijken wie hier die koppositie pakt. Want hij lijkt momenteel toch echt in handen te zijn van die 135. Robin Schalk is vandaag alle rondjes te winnen. Maar moet nu even wat meer moeite doen. En zo hebben we daar inderdaad vooraan een hele mooie strijd tussen die twee mannen van FCC Putten. En daar is die langs. Robin Schalk opgeschoven naar plek nummer 1. Dex Luares opgeschoven naar 2 dus. En we gaan op een derde plek kijken daar naar Nick Godmer. En zo kunnen wij wel zeggen dat dit ook het podium is in deze categorie. Ja.